Studenten protesteren massaal tegen de aangekondigde langstudeerboete. Ook vanuit Nijmegen reizen studenten af naar Den Haag. Op dit moment werken Nederlandse studenten in heel Europa al het meeste naast hun studie, namelijk 15 uur per week. Je gaat dan ook nog eens zeggen, oh ja, je krijgt en minder basisbeurs en je onderwijskwaliteit gaat achteruit en je moet het binnen 3 jaar doen, anders krijg je een boete. Ik denk niet dat dat helemaal eerlijk is. En verder in het nieuws vandaag, nieuwe veiligheidsmaatregel in Nijmeeg stationsgebied stuit toch op kritiek. Een huiswerk voor Heumense wethouder rondom AZC in Nederasselt. De groeten met je boete. Onder dat motto hebben studenten vandaag massaal geprotesteerd tegen de zogenoemde langstudeerboete die de regering wil invoeren. Het kabinet wil dat studenten 3000 euro extra collegegeld per jaar gaan betalen wanneer ze langer dan een jaar extra over hun studie doen. Het is gewoon teleurstelling, want ik heb toch wel, toen ik opgroeide, een soort van vertrouwen gehad, ook in de Nederlandse regering. En of dat, nu voelt het een beetje misplaatst als het ware, en dan voel je toch wel, genaaid. Wil je een bord? En zo voelen zich er meer hier in Nijmegen vanochtend. Al vroeg verzamelen de studenten zich. Met de bus gaan ze naar Den Haag, waar het de groeten met je boete protest wordt gehouden. Ze vinden dat de langstudeerboete niet mag worden heringevoerd en ze zijn tegen verlaging van de basisbeurs. Op dit moment werken Nederlandse studenten in heel Europa al het meeste naast hun studie, namelijk 15 uur per week. Je gaat dan ook nog eens zeggen, oh ja, je krijgt en minder basisbeurs en je onderwijskwaliteit gaat achteruit en je moet het binnen 3 jaar doen, anders krijg je een boete. Ik denk niet dat dat helemaal eerlijk is. Universiteiten en hogescholen ondersteunen de actie van vandaag. Ze zijn bang dat meer studenten door de langstudeerboete hun opleiding niet afmaken als de maatregel doorgaat of dat studenten überhaupt niet aan een opleiding beginnen. Bang voor hoge schulden. Ik weet dat het nu gaat meetellen aan de hypotheek. Bijvoorbeeld, de banken hebben toegang tot Duo. De rentepercentages die alleen maar stijgen, de koopkracht en alles. En dan kijk je gewoon naar je toekomst en dan denk je, pittig. 10 jaar geleden was het ook al veranderd. Toen hebben we het gewoon van tafel gekregen. De regering, het is de taak om te luisteren naar wat protesten doen. Dus ik heb er zeker hoop op. En we blijven nog even in het stationsgebied, want al jarenlang wordt er bij het station in Nijmegen van alles geprobeerd om de oversteekplaats voor voetgangers over de busbaan veiliger te maken. Nog zonder resultaat, tot vorige week vrijdag, dacht de gemeente. Toen werden er nieuwe verkeerslichten in werking gesteld. Deze maken veel lawaai wanneer er een bus aankomt. En daarbij krijgen bussen een rood licht als zij harder dan 20 km per uur rijden. Een prima systeem, zou je zeggen. Maar daar denken veel mensen met een visuele beperking anders over. Een hoop toeters en bellen momenteel als er een bus voorbij het station rijdt. Toch is het alles behalve veilig, vindt ook Jeroen van Dijk. Als je als blinde oversteekt, dan steek je altijd over op het geluid. Als je een rateltikker hoort, dan is de weg veilig en dan loop je in de richting van die rateltikker, want zo moet je oversteken. En dat is hier nu natuurlijk eigenlijk niet het geval. Want als het hier je de bel hoort, dan is het onveilig. En als de bel ophoudt, dan moet je oversteken. Maar waar je naartoe moet lopen, dat hoor je niet meer. Hoe het wel zou moeten, is volgens Van Dijk heel simpel. Wat standaard is bij oversteken als er te veel verkeer komt, dat zijn zebrapaden, dat zijn verkeerslichten en dat zijn rateltikkers om het verkeer zeg maar te conditioneren en om aan te geven van wanneer je veilig kan oversteken. De huidige situatie zorgt voor veel prikkels die zo ook weer hun eigen gevolgen hebben. Fleur Pelle, werkzaam bij het Nijmeegse Museum, ligt dat toe. Een risico is dat je dus afgeleid raakt, dat je niet goed kan concentreren op waar je eigenlijk mee bezig bent. En je probeert je toch te focussen op je route en dat moet je toch wel doen met je andere zintuigen. Dus met je gehoor en met je tast. Dus als er een obstakel of iets van een heel erg veel omgevingsgeluid is, dan maakt dat toch wel weer veel afleiding, zeg maar. Zorgt voor veel afleiding. Ja. Met een simpele aanpassing zou de situatie al een stuk veiliger kunnen worden. Wat het al beter zou maken is in ieder geval dat er een tikje tussendoor zou zijn, zodat het echt klinkt alsof je dat je weet dat hij het doet. Want nu is het maar spannend of hij echt werkt of niet. Want hij rinkelt eigenlijk alleen
ja, zodra er dus een bus aankomt en niet als, als er geen bus rijdt. Dus dan weet je eigenlijk niet of die het doet. En dat hoor je bij normale verkeerslichten wel. En is de gemeente op de hoogte van deze risico-onveiligheid? Ja. Ja, ze zijn op de hoogte. En hebben ze daar een reactie op gegeven? Gaan ze daar iets mee doen? Ze hebben dus de afweging gemaakt om in afwijking daarvan dit waarschuwingssysteem te maken. De gemeenteraad in Heumen heeft zich donderdagavond uitgesproken in de kwestie over de mogelijke komst van 150 asielzoekers in Nederasselt. Vorige week liep het dorp uit naar het gemeentehuis in Malden om een vuist te maken tegen de mogelijke plannen. De gemeenteraad heeft nu aan de wethouder gevraagd om minstens 1 of mogelijk 2 extra plekken te zoeken om asielzoekers op te vangen. Hiermee moet het worden voorkomen dat de locatie aan de Eindse straat als enige optie wordt beschouwd. Verschillende medewerkers van een kindermondzorgpraktijk in Nijmegen zijn het afgelopen jaar gestalkt. En daar zou een collega achter zitten. Ouders en verzorgers van kinderen die zijn aangesloten bij JTV Mondzorg voor Kids ontvingen afgelopen week een brief. Daarin wordt een toelichting gegeven op de chaos rondom de planning. Uit de brief blijkt dat verschillende personeelsleden van de mondzorgpraktijk het slachtoffer zijn geworden van stalking. Volgens directeur Raoul Trentelman hebben 16 medewerkers ermee te maken gehad. Daarnaast zijn er ook medewerkers op een andere locatie het slachtoffer geworden. Volgens de directie wordt er de komende weken weer gebouwd aan een toekomst. Het blijft ook na een Kamerdebat donderdag onduidelijk voor bedrijven in Nijmegen of vervuilende bedrijfsauto's nu wel of niet per 1 januari 2025 die steden in mogen. Vanaf de jaarwisseling geldt in 14 Nederlandse binnensteden, waaronder Nijmegen, een serie emissiezone. Daar zijn de meest vervuilende bedrijfswagen dan niet meer welkom. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer vroegen om uitstel. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de zones voor ondernemers die dreigen in de problemen te komen door onder meer geldgebrek. De staatssecretaris had het donderdag over uitstel, maar erkent ook dat het waarschijnlijk te laat is om nog iets aan de ingangsdatum te veranderen. In Nijmegen staan de meeste flitsers van Gelderland. De Waalstad staat landelijk zelfs na Haarlem op de tweede plek. Het is dus opletten geblazen in Nijmegen. Er staan op 664 kilometer weg 20 vaste flitspalen. In vergelijking, in Arnhem staan 14 flitspalen op 781 kilometer. Juridische dienstverlener Goldenstein Legal stelde de lijst samen en vindt het ook opvallend dat het verschil tussen steden zo groot is. De landelijke top 3 wordt na Haarlem en Nijmegen aangevuld met Amersfoort. Daarna volgen Eindhoven en Den Bosch. In het centrum van Wijchen je fiets droog, bewaakt en gratis stallen. Dat kan vanaf vandaag in een voormalig winkelpand aan het Europaplein. De stalling heeft verschillende voorzieningen en wordt bemand door mensen voor wie dit een werkervaringsplaats is. De gemeente heeft met het oog op de toekomst het initiatief genomen voor een bewaakte en inpandige fietsenstalling in het centrum van Wijchen. Nou, we zijn hier bezig met de ontwikkeling van het gebied tussen Steel en Wijchensmeer. En we proberen mensen te stimuleren, te verleiden om zoveel mogelijk met de fiets te gaan. Daardoor heb je ook wat minder auto's in het centrum en het wordt een heel aantrekkelijk centrum. Dus deze fietsenstalling is de bedoeling dat die straks in het definitieve plan gaat terugkomen. Maar we starten al voor de bouw, dus we willen eigenlijk tijdens de bouwfase, als er ook overlast is, mensen al de kans geven om hier te gaan met de fiets te gaan komen. De stalling is door de lokale artist Morris en Sander bewerkt met een knipoog naar het verleden van deze zaak als dierenwinkel en is toegankelijk voor alle fietsen. Nou, eigenlijk voor alle rijwielen zolang er geen motor op zit. Dus dat houdt in gewone fietsen, bakfietsen, fatbikes, allerlei soorten fietsen. De fietsenstalling is bemand. Er is personeel tijdens alle winkeltijden. Nou, bemand omdat het... Omdat dat prettig is, hè? Dat je ontvangen wordt hier, dat je even geholpen wordt. Uiteindelijk het menselijk contact willen we graag stimuleren. Tegelijk mensen die een kans krijgen om weer in de arbeidsmarkt terug te komen, willen we hier ook een kans geven om werkervaring op te doen. De reacties van zowel de omgeving als de winkeliers zijn al enthousiast. Het is een goed initiatief. En maar als je het voorbeeld neemt van mensen die uit Bergharen, noem het maar op, die komen naar Wijchen toe en die hebben toch zeker voor 5000 gulden of euro's onder de billen. En als ze die dan kunnen stallen en ze komen terug en de fietsen zijn er nog, nou dan hebben ze een goede dag.
En is dit eigenlijk wel een hele goede uitvinding. Ja, die zijn echt ontzettend blij. Want die horen natuurlijk ook wel eens helaas de klachten dat er fietsen gestolen worden. En ja, je wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen op de fiets komen. Die zijn ontzettend blij. Naast het stallen van de fietsen heeft deze voorziening nog wat extra faciliteiten. Nou, je kunt hier natuurlijk droog je fiets neerzetten. Er is straks een toilet. Ik begrijp dat er een plek is om eventueel een baby te verschonen. Uiteraard is er een fietspomp. Er zijn laadplekken, daar sta ik hier naast, voor een elektrische fiets. Dus er zijn een aantal voorzieningen en wellicht kun je nog tips krijgen van de mensen die hier werken om het centrum te bezoeken. Okay. Hij is open. En dan nog het weer. Dat komt de komende dagen met wat ups en downs. Morgen start de dag eerst nog met wat regen in de ochtend. Maar later blijft het droog. Het kwik loopt daarbij op tot ongeveer zo'n 16 graden. Zondag is de betere dag van het weekend. Met een beetje mazzel houdt onze regio het de hele dag droog. En ook laat de zon zich af en toe zien. Daarbij kan het zelfs nog 18 graden worden. De nieuwe week gaat juist weer nat van start. De maandag zal grotendeels in het teken staan van regen. En ook dinsdag blijft het nog enigszins wisselvallig. Later in de week wordt het droger en komt ook de zon weer tevoorschijn. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 18 oktober. Kijk voor het laatste nieuws op onze website. En natuurlijk kun je ook altijd terecht in ons gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update. En wij zijn er maandag weer. Graag tot dan.